Er zijn verboden onderwerpen, verboden zinnen. Ik denk dat dit incidenteel of zo tot, tot ons is gekomen. Waarom zijn jullie daar niet op ingegaan? Want juist die en ook bij mij, heeft het zeer hard ingegrepen. Dingen die je niet mag zeggen. Waar is dat thema? Ik denk toch dat het belangrijk is dat we allemaal als samenleving achter één keus gaan staan. Dat is pas voor taal uit uh, communistische landen. Angst is de beste motor om gedrag te veranderen. Nou, als dat waar is, dan, dan ontstaat er dus binnen de publieke omroep een cultuur van je moet echt binnen de correcte marges blijven opereren, en dan is dus de kritische geest weg. Want in, in mijn tijd er waren er grenzen. Je moest kritisch zijn, je moest dwarsdenken, je moest de vragen stellen die anderen niet durven te vragen. Want brachten we erin luisters? Wij zijn publieke omroep. Wij zijn niet afhankelijk van commerciële inkomsten. Uh, kijkcijfers prima als ze hoog zijn, maar dat, dat is niet een doelstelling. Bij ons is de doelstelling: wij stellen kritische vragen. Wij zijn dwarsdenkers en wij hebben de plicht om aan de Nederlanders de waarheid uit te sturen. En dat gebeurt nu dus niet. Oud-NOS-directeur Bouke Geersing schreef onlangs de zoveelste brandbrief aan NOS-hoofdredacteur Giselle van Kam. Hij attendeerde haar op enkele probleemvelden die de Nederlandse samenleving kenmerken: de klimaatdiscussie, immigratie. De wijze waarop wij met onze geschiedenis omgaan en de invloed van de woke religie. Zo schreef hij: stelselmatig brengt het NOS-journaal slechts het verhaal van de klimaatalarmisten. Het bieden van een podium aan Extinction Rebellion is merkwaardig. Te midden van al deze ontwikkelingen kiest het NOS-journaal onder uw leiding stelselmatig voor een eenzijdige journalistieke koers. De NPO geeft ondertussen een derde sanctie aan Ongehoord Nederland. Geldt de journalistieke code van de NPO dan niet voor het NOS-journaal? Mevrouw Van Kan, het journalistieke roer van het NOS-journaal moet om. U hebt het kompas bij de hand: de journalistieke code van de NPO en het eigen journalistieke statement van de NOS. De tijd dringt. Pas getekend, Bouke Geersing, voormalig directeur, NOS. Bouke Geersing, fantastisch dat je hier kon zijn. Je woont in Frankrijk, maar je bent hier nu toch voor een interview. Voordat we het gaan hebben over allerlei thema's die jou bezighouden, je hebt een brandbrief geschreven, je hebt een aantal boeken bij je. Je maakt je zorgen over de ontwikkeling in de samenleving en de rol van de journalistiek. Toch even voor mensen die jou niet kennen: kort, wie is Bouke Geersing en wat heb je zo al gedaan in je leven? Uh, ik ben geboren in Roden, Drenthe, uh, verhuisd naar Groningen, uh, middelbare school. Koninklijke Militaire Academie uh, afgerond, daarna via beroepsofficier. Vervolgens uh, tijdens dat uh, beroepsofficierschap gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Faculteit de rechtsgeleerdheid. Daar bleef ik op uitnodiging van de hoogleraar tien jaar wetenschappelijk werk verrichten. Daarna ging ik naar de publieke omroep werd juridisch adviseur, hoofdjuridische zaken NOS en vervolgens directeur NOS. Uh, heb ook internationaal in de publieke omroep gewerkt in Geneve. Voorzitter van de Legal Committee, lid van de Administrative Council, zeg maar de Raad van Bestuur, en lid van de General Assembly. Uh, vervolgens ben ik ook in het bedrijfsleven actief geweest. Ik was 22 jaar commissaris KLM, andere commissariaten. En na mijn pensionering besloot ik geschiedenis te gaan studeren, uh, te weten de decolonisatie van Nederlands-Indië. Daar schreef ik nu twee boeken over. En een derde heb ik samen met vijftien andere auteurs geschreven. En uh, ja, dat houdt je van de straat en blijf je wat uh, fit bij. Hè? En ik volg natuurlijk mijn oude beroep, de publieke omroep. Uh, daarbij moet men zich het volgende realiseren. Dat uh, ik, was ongeveer, ja, ik was net directeur. En toen werd de publieke omroep in Europa bedreigd. De Europese Commissie die toen nogal ver doorschoot. In het liberale denken vond dat omroepbijdragen, om Europees breed, dat het eigenlijk verboden staatssteun was. Als dat eh, krankzinnige voornemen was uitgevoerd, dan hadden we nu geen publieke omroep meer gehad. Nog in Duitsland, nog in, in Denemarken, ga maar door. Toen hebben wij eh, Omroep Breed een project gestart. Ik mocht een van de coördinatoren zijn. En hebben wij met behulp van de politieke steun uiteindelijk van Helmoet Kool. En Jean-Paul De Hane van België, dat waren goede vrienden, hebben wij het weten te te spelen om een additionele clausule aan het Europees Verdrag te krijgen. Dat heet de omroepclausule, in echte termen de Broadcasting Clause. Daarmee redden wij de toekomst van de publieke omroep. Je kunt je voorstellen, als je dat hebt gedaan voor de publieke omroep en ik kijk dan nu naar wat zo nationaal presteert, ja, dan denk ik, is dat een dank voor het instand houden van de publieke omroep? Dus ja, ik ben daar dus verbaasd over. Ook wel verdrietig eigenlijk dat dat kan. In mijn tijd, dat klinkt een beetje oudbollig, maar ja, dat is nog historisch wel zo. Uh, ja, was de, de NOS munten uit door kritische journalistiek. Ik weet nog, Peter Brusse, hoofd van, de, hoofd van het journaal. Die riep dan mij wel, toen was ik nog maar de, de hoofdjuridische zaken van de NOS. zei: Pauke, kom even langs, want ik wil nu iets uitzenden. En ik ben niet helemaal zeker of we daar nou risico mee lopen. Nou, ik zei: kom even langs. En dan zei hij tegen mij: Je begrijpt, Bouke, we hebben een kritische journalistieke functie. Dus als het even kan, willen we graag uitzenden. We trekken ons op niets aan van autoriteit, et cetera. En we willen de meervoudige invalshoek kiezen. Maar ja, we willen ook niet juridische claims aan de broek. Ik zeg: Peter, het is. Uh, I understood, ik begrijp dat. En dan hebben we kritisch gekeken. Nou, en als het even kon, dan zei we, 'Uitzenden, Peter, ik sta je bij als het nodig is.' En als ik dat mij herinner. En ik zie wat er nu wordt uitgezonden, de eenzijdigheid. Ja, dat is... Ik begrijp het niet. Het is, is onbegrijpelijk wat daar gebeurt. En dat is ook de reden dat ik een paar keer een briefje stuurde... naar mevrouw Van Kan, die zich aankondigt met van... Ik ben de hoofdredacteur en ik heb een vernieuwingsagenda opgezet. Toen dacht ik, hey, hé, dat is hoopvol. Dus ik zei, ik heb wel een paar suggesties voor u... En uh, nou, dan bedankt ze mij voor de eerste brief. En uh, het zal een hele tour worden, schreef ze. Ik zeg, ja, dat dacht ik wel. Maar dan komt er dus niks van terecht. Ik denk, nou, dan uh, vervolg ik dat. Het onderwerp is belangrijk genoeg. In een notendop, wat is er mis met het NOS-journaal of de NPO, wat jou betreft? Um, ik vind uh, het NOS-journaal een uh, prachtig geformuleerde missie voor zichzelf gemaakt. En voldoet daar niet aan. Het NOS-journaal behoort kritisch te zijn. Er hoort meerdere invalshoeken te belichten. Die moet vooral de machthebbers erg bekritisch volgen, vooral de politiek in Den Haag. En wat ik zie is, men schurkt aan, men houdt, ik geef even een voorbeeld, in het stikstofdossier. Men houdt aan de lijn van het kabinet. En ik, ik ben daar dus verbaasd over. Ik heb daar ook al een keer een bericht naartoe gestuurd. Waarom gebruikt u het boek van uh, meneer, ik heb het hier bij me, van uh, Arnold Jaspers niet? Ja, stikstofvuik, het ligt ja, hier op tafel. De, de Het ligt op tafel. In de stikstofvuik staat, en ik heb ze daar ook aan ze doorgegeven. Uh, de, de stikstofvuik is een, is een uh, ridicule vraagstuk. Dat is gemaakt, een gemaakt probleem. Dat is al, al, al door velen beschreven. Wat blijkt, uh, er zijn twee uh, actiegroepen: Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die, die streven naar wensnatuur. En als je dan afvraagt wat is wensnatuur Dat is natuur van 1900 ongeveer. Goed, ik zal het kort houden. Uh, men vaart blind op een model wat Arius heet, wat niet werkt. In de derde plaats gaat men uit van een, een, een waarde een die ridicuul laag is, onmeetbaar. En in vergelijking met Duitsland onvoorstelbaar. Wat ik nou van de publieke omroep zou verwachten is dat ze zegt, Verrek, die Jaspers die schrijft een goed boek. Uh, we gaan een uh, uitzending beleggen over stikstof. Want dat is nu uh, het centrale punt in, in de discussie na de. Eklatante overwinning van BWB. En we gaan die discussie voeren met deskundigen. Dus Jasper zit daar. Er zit, uh, wie, wie ze verder uit, dan vinden we allemaal prima. Maar Jasper zit er ook. Die zit er dus niet. En dan stuur ik een uh, briefje naar het uh, nieuwsuur. En dan zeg ik: waarom zit Jaspers daar niet? En dan hebben ze wel drie mensen uitgenodigd. Die worden dan als deskundigen gepositioneerd. Maar dat zijn drie mensen die in het netwerk functioneren. Dus dat zijn geen mensen die van. Buiten naar binnen kunnen kijken of willen kijken. En, en wat doen ze dan? Dan zeggen ze: Ja, we hebben die mensen maar eens gevraagd. zijn die ideeën van BBB wel realiseerbaar? Ik denk: Wat gebeurt er ook bij de publieke omroep? Die, die had moeten doorprikken dat het een, een ridicule vraagstuk is, dat hele stikstofgedoe. En dan moet je iemand uitnodigen die er verstand van heeft. En dan laat je zien dat wat, erin, wat die mevrouw, die stikstofminister daar roept. ja, het is eigenlijk ontstellend. Maar dat is de taak van de publieke omroep. Dat was in de tijd dat ik daar directeur moest zijn... En van Westerlo, Brussel en zo, was, deden ze dat ook. Waarom zou dat niet zo functioneren momenteel? Ja, dat is inderdaad een terecht terechte vraag. Um, ja, ik denk... Uh, ik heb er ook naar, wat research naar gedaan. De, de, een van mijn voorgangers, Henk Haaghoort ha heette die, die... dat was een voormalige beleidsmedewerker van de EO... die heeft een keer geordoneerd, ik meen in 2006... Daar heeft hij een discussie over gevoerd met Renno Jouwstra van het Elsevierse Weekblad. Uh, wij willen over klimaat alleen maar alle alarmistische berichten uitsturen. dacht ik, wat krijgen we nou, toen ik het las? Dat is pas door uh, taal uit uh, communistische landen. Dat, dat is de, de overheid bepaald. Of, of dat, is, dat is dictaat. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En, want dat is blijkbaar uitgevoerd. De, een van de opvolger de van uh, Van haar, hoor, die ik persoonlijk wel kende dat is mevrouw Rijksman, die, die heeft, als ik het boek van Coen de Jong moet geloven over, over Wokeland, die, die heeft daar een soort wokcultuur cultuur in gebracht. Nou, als dat waar is, dan, dan ontstaat er dus binnen de publieke omroep een cultuur van, je moet echt binnen de correcte marges blijven opereren. En dan is dus de kritische geest weg. Want in, in mijn tijd, ja, mijn tijd, maar maar zeggen, in de tijd dat ik daar actief mocht zijn, was het juist een van de culturen. Er waren geen grenzen. Je moest kritisch zijn. Je moest dwarsdenken. Je moest de vragen stellen die anderen niet durven te vragen. Want brachten we erin, luisters. wij zijn publieke omroep. Wij zijn niet afhankelijk van commerciële inkomsten. Uh, kijkcijfers, prima als ze hoog zijn, maar das, dat is niet een doelstelling. Bij ons is de doelstelling: wij stellen kritische vragen. Wij zijn dwarsdenkers en wij hebben de plicht om aan de Nederlanders de waarheid uit te sturen. En dat gebeurt nu dus niet. Er wordt nu een eenzijdig verhaal verteld. Uh, een voorbeeld is ook uh, de klimaatdiscussie. Ik heb ze erop gewezen, uh, u, u bent toch op de hoogte van uh, Clintel en van Climategate. U hebt toch bo het boek van Schellenberger wel gelezen, meneer die na twintig jaar klimaatactivisme zei: ik, ik kom uit de kast, een soort van waarom? Ik zag mijn kinderen angstig opgroeien. Toen dacht ik, ben ik daar verantwoordelijk voor? En toen heeft hij als het ware de zaak bijgesteld en een keurig boek geschreven. En, en gezegd. Uh, apocalypse, climate. Never. En, maar ze kennen het boek niet. Ze, 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 ze willen ook niet uh, die, die, de, de directeur van, uh, van Clintel, Marcel Krok, uitnodigen. En ik zei: Waarom doe je dit niet? Je geeft aan uh, Extension Rebellion een enorm podium. Die mensen denken: Nou ja, dat is allemaal gratis, dat is geweldig. Publiek omroep is de motor voor onze uh, uh, naamsbekendheid, et cetera. Waarom zet je niet Extension Rebellion tegenover Krok? En zorg ervoor dat die discussie goed verloopt. Dat gebeurt dus niet. Uh, nee, dan komt een meneer die, die ook het nieuws het, 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 weer voorspelt. Of voorspelt, aankondigt. Gerrit ja. Hiemstra. Die, die Hiemstra, ja, die, die volg ik dan wel eens op Twitter. Ja, dat zijn nietszeggende one-liners. Dat is een KNMI-jongen die, 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 die dus de KNMI leest, IPPC, de slechtste modellen uh, naar buiten brengt. Terwijl iedereen ondertussen kan weten dat het IPPC in modellen denkt. En daar zitten bepaalde uh, grondslagen niet in, dat je een beetje studeert. En dan wordt in de media het, het de ernstigste modellen naar buiten gebracht, maar niet het model wat zegt het blijft ongeveer stabiel. Dan, dan komt er een, een, een programma over. Uh, wij, wij gaan even de werkelijkheid over de klimaatdiscussie laten zien. Rudy Bouwman heet die, geloof ik. Rudy Bouwman, ja. ja. Van Nieuwzuur. Ja, van Nieuwzuur. In deze aflevering Klimaatmisleiding. Zo warm als het nu is, is het in zeker 100.000 jaren op aarde niet geweest. En weersextremen zullen fors toenemen als er niet snel extra ingrijpende maatregelen worden getroffen. Het staat allemaal uitgelegd in de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change. En dat klimaatpanel van de VN inventariseert de nieuwste klimaatstudies en brengt zo eens in de acht jaar een soort staat van het klimaat uit. Hun laatste is behoorlijk alarmerend. Nou, die, 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 die uitzending heb, ben, heb ik gevolgd, uh, want ja, er, was, er was een interview voor afgegeven door, door die Belgische klimaatwetenschapper. Ferdinand Meus. Ferdinand Meus, ja. En die, en die zei, dat, dat was heel intelligent van hem, die zei ik doe een interview en dan kunnen we zien wat ze ervan maken in de uitzending. Nou, dat heb ik dus vergeleken. Daar heb ik dus een brief over gestuurd. Van, van meneer Bouwman, wat zit u eigenlijk te doen? Ik heb die debunk van, uh, ja. van, uh, van uh, Roddy nou ja. Bouma ook gezien, ja. Ja, nou dat is natuurlijk, dat, dat, dat kan dus helemaal niet. Dus ik, ik stuur dan, ik zeg luister, wat zit u nou te doen? Ik zeg, want u, u zit die meneer, die krijgt niet eens een wederwoord... en u zegt altijd dat u hoort en wederhoort, dat doet u dus niet. Dus ze passen de principes niet toe. En wat is dat? Waarom, waarom volgen ze nou steeds die, die lijn? Die, die, die secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Die ostentatief duidelijk maakt dat hij geen balverstand heeft van klimaat, maar die doet, is een soort roeptoeter van ellende en angst. En, en, en ja, dat is werkelijk. Uh, ik vind dat ook nog buiten. Hij maakt toch niet echt een intelligente indruk, maar goed, dat er zeiden. Maar waarom zo eenzijdig en waarom niet zeggen: Oké, okay, die man houdt een fors verhaal, dan zetten wij nu uh, iemand in Nederland er tegenover en zeggen: Wat vond je nou van het verhaal van die uh, secretaris-generaal? Ik vind het prima dat ze die secretaris-generaal uitsturen, want ja, dat is een feitelijkheid. Maar zet daar eens iemand naast. Dus verbreed de context, zodat die compleet wordt. En dat doet het nationaal stelselmatig niet. Er zit een, een merkwaardige eenzijdigheid in. Uh, het, het is alsof men uh, heel erg sterk koerst ook op uh, slachtoffergroepen. Die krijgen heel veel aandacht. En, uh, neem bijvoorbeeld de One Love Band. Uh, ik ben een, een geweldig tegenstander van discriminatie... In welke vorm dan ook. Maar dat wordt in Nederland zo ongelooflijk opgespeeld. En dan zeg ik, ja, ik, ik weet dat die groep bestaat. De LHBTQ+, plus en dan het hele alfabet en zo. En dan zit ik, de eerste vraag die ik me altijd stel is: hoe groot is die groep eigenlijk? Nou, oh, die, is, die is niet zo groot. Nee, dat, dat had ik wel verwacht, ja. Uh, maar die mensen hebben recht op een positie. Zeker hebben die recht. Maar wist u dat er ook nog 98% andere Nederlanders waren of niet? Uh, hebt u zich gerealiseerd dat. Dat je in de Marokkaanse gemeenschap van Nederlanders. dat er mensen zijn die heel erg ver met ons mee kunnen denken. maar die hebben een andere religieuze bagage. die zeggen: ik wil wel respect betuigen, maar mag ik dat binnen mijn kader doen? Nou, dan is er een aanvoerder die zegt: binnen dat kader kan ik dit wel doen. Dus ik doe respect. Nee, maar ik wil niet LHBTQ-aanhanger worden. Oké, aanvoerder af. En dan denk ik: wat is dit? Dit gebeurt in andere landen nauwelijks. Als Max Verstappen. Weigert te knielen voor Black Lives Matter. Want wat mij betreft, All Lives Matter, hè? ik heb daar wat studie van gemaakt... Uh, meneer George Floyd bleek, was dus een, een notoren misdadiger. Dat hij op die manier door de politie is, uh, zeg maar, toch wel vermoord... is natuurlijk uh, onaanvaardbaar. Maar om nou uh, die man dan alleen maar tot een held te verklaren... dat is natuurlijk zo eenzijdig als ik weet niet wat. Maar Verstappen knielde niet... Die zei: Ik heb, geen, ik heb het er niet nodig om te knielen. Natuurlijk heb ik respect. Dan denk ik: Max, je hebt nog een ruggenraad ook. Dat vind ik wel mooi. En ja, dus, maar wat het Nationaal doet, is voortdurend die in, die, die in Nederland zich plaatsvindende discussie tussen slachtoffers en daders steeds maar de lijn van de slachtoffers kiezen. En dan denk ik, waarom doet u dat? Ik bedoel... Zullen we eens proberen om samen een poging te wagen om dit ja. mechanisme ja. te begrijpen? Ja, uh, want zit. er zijn waarschijnlijk allerlei oorzaken. Ja. Uh, uh, er zijn ook allerlei crisis momenteel uh, gaande ja. als het ja. aan uh, onze uh, overheid ligt. Hm. Uh, maar laten we eens kijken, uh, in het begin van de coronacrisis gebeurde er iets merkwaardigs. Toen was er natuurlijk discussie over het virus, is het gevaarlijk, ja of nee, moeten ja. we in lockdown, et cetera, et cetera. En toen hoorden we Pieter Klok, de hoofdredacteur van De Volkskrant. Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen uh, zoveel mogelijk met één mond te praten. Ja, vind je dat? Ja, vind ik zeker. Want er ligt toch ook een journalistieke taak om te kijken naar wat zijn consequenties van beleid. Uh, je moet toch niet alles voor zoete uh, aannemen, slikken. Uh, normaal, uitdrukking no, vinden. Ja. No, normaal niet, maar als de angst in de samenleving groot is, vind ik het van belang dat we proberen het eens te worden. En niet tegenstellingen uit te vergroten, en dat gebeurde gisteren volgens mij wel. Hm. Ik denk dat je niet van iedereen moet verwachten dat ze zelf een oordeel hierover kunnen vellen. En dat doe je eigenlijk wel door allemaal virologen op hen af te sturen. Maar op het moment dat ze niet alle virologen het eens zijn ja, met elkaar, zijn ja, wat doe twee... je dan als media? Nou ja, ik denk dat het verstandig is om als land één lijn te trekken en om die lijn te steunen. En, en we weten allemaal dat elke lijn, dat we heel veel niet weten. Dus elke lijn die je kiest, daar valt heel veel op af te dingen. Uh, dus dat is gewoon een feit, dat weten we. Maar moet je dan op dat afdingen gaan uitvergroten? Of gewoon zorgen dat we bij elkaar blijven en gewoon die ene lijn steunen? Hm. En die ene lijn is vrij goed onderbouwd. Het is een heel instituut zit erachter. Het is, ja, tegelijk, we kennen het virus nog niet helemaal. We weten niet precies hoeveel mensen besmet zijn. Dus dat is al, er zijn heel veel onzekerheden... Dus dus in onzekerheid moet je een keus maken. Dan weet je nooit of dat de goede keus is. Uh, maar ik denk toch dat het belangrijk is dat we allemaal als samenleving achter één keus gaan staan. Ja, we moeten dus allemaal als samenleving achter één keuze gaan staan. En afgelopen week kwam dit naar buiten. Thijs van den Brink, presentator van Op1, gaf dus ruimte aan Maarten Keulemans. Hij gaf hem het woord en die stelde dat de QR-code, de avondklok en het handenwassen nauwelijks effectief zijn geweest. De kennis van nu. Oftewel, Pieter Klok uh, moet inzien dat Maarten Keulemans, zijn uh, ja, uh, medewerker, er nu anders over denkt, en dus de krant ook. Uh, er zijn nieuwe inzichten, toen stelden die we moeten allemaal achter één keuze gaan staan als land. Het klinkt bijna communistisch. En de taak die de journalist normaal heeft om kritisch te zijn, ja. om te onderzoeken, ja. is terzijde gelegd. Ja. Allemaal uit angst voor een virus. Ja. Ja. En als roeptoeter van de overheid. Je zag hier eigenlijk in die coronacrisis wat er gebeurde, mogelijkwijs uit angst, ik weet het niet. Maar dat zien we dus op allerlei dossiers nu in de samenleving. Zou dit een verklaring kunnen zijn dat misschien de mensen die zich druk maken om stikstof, of de mensen die zich druk maken om het klimaat, dat die ook werken bij de publieke omroep? En dat ze misschien allemaal heel erg bang zijn en ideologisch gedreven zijn in plaats van hun journalistieke taak uitvoeren? Ja, kijk, wat die Klok ziet doen, dat, 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 dat kende ik niet, dat citaat. Het is voor mij ontstellend dat een hoofdredacteur van zo'n belangrijke krant dit soort zinnen eruit perst. Het is nou juist zo dat hij moet voorkomen met die krant dat die ongefundeerde angst gaat bestaan. Hij, hij moet zeggen: luister, eens, ik, ik weet wel dat er een instituut. Is. Maar, maar, maar klopt het wel wat het instituut doet? Het is toch niet te geloven dat een man in een democratie als Nederland me, uh, gewillig achter een instituut aanloopt, terwijl hij behoort te zeggen tegen zijn journalisten: zeg kijk eens even naar wat het instituut doet en waar het op gebaseerd is, kijk naar internationale verhoudingen, kijk naar die vorige griepvarianten enzovoort. Wat meneer Klok doet, is getuigt ook van luiheid, want hij moet de context uh, zo precies mogelijk formuleren. Dat doet hij dus niet. En wat hij doet is, hij wordt spreekbuis van het overheidsbeleid. Wat hij behoort kritisch te volgen. Als hij was geweest, de woordvoerder van het kabinet Rutte, drie of vier, wat was het in die tijd? Het is, vier, het was, het is weet ik veel, drie of vier. Dan begrijp ik het wel. Dan moet ja, maar ik, kijk, stel dan, je nou toch eens voor. Hè, uh, kan dat niet? Ik kan me voorstellen dat in de Tweede Wereldoorlog, of ja. voordat hij aanbrak, en de Messerschmitt's kwamen vanuit ja. Duitsland ja, met ja, de bommen, ja, 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 dat. Ja kranten of, of radiostations op dat moment dachten... weet je, we gaan er heel even niet discussiëren. We zorgen ervoor dat de mensen allemaal in de schuilkelders komen. We volgen de instructies. Ja. Zou het kunnen dat er een soort oorlogsstand is ontstaan? Ik probeer, ik probeer het te begrijpen. Ik ga nog altijd uit van de goede intenties namelijk. Dat er misschien een soort oorlogsstand is ontstaan. Van we moeten nu levens redden... en het gaat even niet meer om waarheidsvinding. Nou, het is aardig dat je dat zegt, want... Uh... De, de Franse president Macron riep in zijn uh, periodieke uitzendingen: Wij zijn in oorlog met een onzichtbare vijand. Dus hij die creëerde inderdaad een soort oorlogsidee. Ook in Nederland was er oorlogsretoriek. Hè? Ja, het was oorlogsretoriek. Um, la, laat ik zo zeggen: Als er oorlog is, want dat kan natuurlijk, ik uh, refereer naar de Tweede Wereldoorlog, dan blijkt dat uit de context die is beschreven. Maar dat was in het begin helemaal geen oorlog. En, en er is nooit oorlog geweest rond het uh, coronavirus, want dat was een virus. Ik bedoel, dus daarmee een, een oorlogssituatie creëren en bovendien angst. Ik weet uit een, een, het, het standaardwerk van uh, uh, propaganda uit, uit de jaren 1920, 30. Angst is de beste motor om gedrag te veranderen. En daar doet dan de hoofdredacteur van de Volkskrant aan mee. Nou, dat, dat is, de man heeft. Dit uh, is het faillissement voor een uh, kritische krant. Ja, we gaan het niet. De hele tijd nee. over corona hebben in dit uh, okay. interview. Maak je geen zorgen, er komen nog heel veel onderwerpen ter tafel ook uh, de Oekraïne-Rusland-oorlog. Oh. Maar ik wil nog één fragment met jou bekijken... die wel corona-gerelateerd is. Er was in februari een debat in de Bali... met uh, twee hoofdredacteuren, onder andere Giselle van Kan... waar jij dus brandbrieven aan hebt geschreven... en René Moerland, hoofdredacteur van de NRC. Ja. Ook Cees Hamelink, col uh, columnist ah. bij ons. Uh, professor Cees Hamelink, die vaak ook uh, ja. bij ons aan tafel heeft gezeten. Uh, was daar te gast. En er waren twee kritische mensen die hen bevroegen... Onder andere over censuur en onderwerpen die niet bespreekbaar waren. En Giselle van Kan gaf zwaar antwoord. Ik ben een Marcel van oud-onderzoeksjournalist, onder meer Zembela. Boek gemaakt, uitgebeend en kondig ik ook de pandemie aan. Um, ik ben niet één keer gehoord in die periode, de afgelopen twee jaar. Wel twee keer van LinkedIn verwijderd. Met mij mee heel veel wetenschappers, hoogleraren, collega-wetenschapsjournalist. Ik denk wel veertig mensen. Er zijn verboden onderwerpen, verboden zinnen, verb dingen die je niet mag zeggen uh, en die je dus ook niet op de sociale media. Terugzag. Dat vond ik soms heel opvallend. Hè? Je kan... Noem eens even een concreet voorbeeld. Wat, waar, wat, wat had jij graag gezien dat wel over gesproken werd, wat niet kon? Nou, je kan lang discussie hebben over hoe relevant die zinnen dan zijn. Maar vanaf het begin werd er gezegd: van, Nou, uh, het is misschien wel goed om te kijken waar dat virus überhaupt vandaan komt. Waarom blijft het thema liggen? Waarom zijn jullie daar niet op ingegaan? Want juist die censuur. En ook bij mij heeft het zeer hard beïngegrepen. ingegrepen. Zelfs mijn oud-collega Erik Smit noemde mij een wappie, omdat ik alleen al vroeg van waarom kijk je niet meer naar de achtergronden... van Bill Gates in dit, dit discussie? Dat was april 20. De, ja, komt het nou uit een lab of niet? Ja. En zo. Dat mocht je niet zeggen. Mocht je niet een vraag overstellen... was je gewoon, in ieder geval je bericht was weg... en als je het nog een keer deed, was je account weg. Het andere is, de, de veronderstelde... Uh, werking van het vaccin op transmissie. Hè, dus dat je minder besmettelijk zou zijn. Of dat, nou, de stand van de wetenschap is dat het een heel klein beetje tijdelijk is nu. Als je daar een vraag over stelde. want ik heb wel uh, 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 draadjes gezien. dat ik zeg, waarom zegt niet iemand. nou, dan zei ik het, POM. account weg. Waar is dat thema? Oké, okay, ik begrijp. Het. Maar, maar even dat ik u goed begrijp, uh, uh, maar, dus u wilt daar wel een reactie op... maar ik, ik neem aan dat u hun daar toch niet verantwoordelijk voor stelt? Of juist Of ja, toch wel? Wel. Well. Dan, 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 vandaar dan even de toelichting nu. Um, ik heb drie collega's waarvan ik denk dat die met mij mee in dit land... enig verstand hadden van het virus. Jullie zeiden dat daar straks zelf. Er zat niemand van onze collega's goed op dit dossier. Dat heb ik inderdaad bij de NSC ook niet gezien. Daan de Wit... Jos van Dongen en ik persoonlijk zijn denk ik de, eigenlijk de enige drie... die in die periode 2010, 2011 uh, goed bovenop de dossier zaten. Dat het verhaal van Fouché is via mij naar buiten gekomen in die periode. Het is als... Jos. Van... Maar even dat ik u goed begrijp. U had gewild dat zij u hadden opgevoerd als deskundige. Het komt nu. Als Jos van Dongen tegen mij zegt... als ik bij hem in de deuropening sta en ik ben al lang gestopt... ik ben gewoon nu een natuurboer. Maar als ik tegen hem zeg, waarom heb jij dan dit geluid... wat jij en ik nu delen, niet met zijn naar de buiten gebracht... en hij zegt, Jan Marcel... Maar dan vinden ze mij een wappie of een complotdenker. Dus die zelfcensuur moet op jullie redacties aanwezig zijn geweest. Oké, okay, dan, dan heb ik nu de vraag goed, helemaal goed begrepen. Um, ik, ik bedoel, als dit op. Ik denk dat we dit. Ik denk dat. Dit incidenteel of zo tot, tot ons is gekomen, vermoed ik zo. Uh, en hebben we dat gewogen als in uh, moeten we daar een onderwerp van maken of moeten we daarover berichten? Want he, wij doen niet aan die censuur als die er was, maar uh, dan ga, krijg je een onderwerp van uh, deze meningen worden, worden, worden weggehaald, die mag je niet zeggen. Uh, dat hebben wij niet gedaan. Um, en ik denk dat dat in de weging met andere onderwerpen dan voelt al het andere dringender en voor een groter pu publiek relevant. Dus dat is dan de reden dat het bij ons niet in de nieuwsberichtgeving komt. Ja, een uh, iets wat uh, stamelende Giselle van Kan die antwoord probeert te geven waarom er weinig aandacht was voor censuur ten eerste. Uh, maar kennelijk ook niet beseft dat censuur leidt tot een, uh, ja, een eenzijdig geluid op sociale media. En uiteindelijk ook natuurlijk bij de publieke omroep. Het heeft een, uh, een doorwerking over de hele samenleving. Wat vind jij van uh, deze reactie? Dit is toch niet meer de reële wereld? Dus, stel je voor, de missie van het, van het NOS-nieuws, als je dat leest. die zeggen eigenlijk: wij zijn de hoogste divisie van kritische journalistiek. Wij volgen dat op de voet, vanuit alle aspecten belicht. En we zorgen dat de Nederlanders via ons een goed standpunt kunnen bepalen. Dan gaat het hier over een onderwerp van je welste, die de hele samenleving aangaat. En dan zegt de hoofdredacteur van dat NOS-nieuws, van het NOS-journaal. Ja, moesten we er wel een onderwerp van maken en in de weging, met andere woorden, is het vervallen. Ik vind het niet serieus. Ik, dit, dit is, ik vind het bijna een uh, beledigend antwoord naar de vragensteller. Ja. En als het echt zo is wat ze zegt... dan moet ze wel heel snel die, verander, die, die veranderingsagenda uh, gaan uitvoeren. Want dan is er iets fundamenteels mis op die redactie. Ja. Als, als die redactie... want zij kan natuurlijk niet alles zelf bepalen, begrijp ik ook wel. Maar als vanuit die redactie niet dit soort onderwerpen... met urgentie worden aangedragen, dan is er met de redactie dus iets mis. Ja, maar we proberen een beetje te, te, te filosoferen... over wat zou ja. nou de oorzaak kunnen zijn van het dysfunctioneren van zo'n publiek bestel... Um, hè, we hadden het er al over, over angst, hè, wat ja. de klok probeert, hè, de boel bij elkaar houden, ja. hè, samen op één lijn zitten, hè, dat, ja. dat oorlogsdenken. Ja. Net hoorden we dus censuur vanuit sociale media, maar ook zelfcensuur binnen organisaties. Ja, hè, dat misschien ook binnen het NOS Journaal er misschien mensen hebben rondgelopen die dachten van, Misschien moeten we het wel eens even hebben over die lab-leak-theorie. Misschien moeten we het wel hebben over de effectiviteit van het vaccin. Maar dan word ik misschien gezien als een wappie. Dus ook binnen zo'n organisatie ja. kan dat misschien zorgen voor mensen die verstillen of verstommen. en puur alleen vanuit ideologie in de pas gaan lopen. Ik zeg niet dat het zo is, hè, maar ik probeer het te begrijpen. Want het antwoord van haar lijkt erop alsof ze niet eens in de gaten had. Nou, dat dit, dit onderwerp leefde. En dan moet het wel zo zijn dat haar dat medewerkers ja. er kennelijk er niet over gepraat hebben. Nou, ik, ik kan op, op een onderdeel. Ben ik, heb ik iets meer informatie over die redactie. Dat is op die redactie zit bijvoorbeeld een hoofdklimaat. De naam heb ik op dit moment niet paraat, maar die heb ik wel in mijn dossier zitten. Uh, het is bekend dat die mevrouw van Hoofdklimaat. dat die aan de kant staat van de klimaatalarmisten. Uh, ik, ik ken de, 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 de kennis mee, mee opgebouwd nu. Jan van Vriesland die is, heeft daar gewerkt, hoofd, in ons nieuws en zo. En die heeft me daarover verteld. En inderdaad, die mevrouw, die, die uitzicht in activistische termen. Nou, is dat, als, als het nu zo is dat de, de hoofd van de klimaatsectie een dergelijk, nou, laat ik maar zeggen, vooringenomen standpunt in, inneemt, ja, dan kijken die mensen van die afdeling wel uit dat ze onderwerpen aandragen die haar niet bevallen. Want je, je wilt carrière maken. Hè? Dat, dat is een vergelijkbaar verschijnsel op universiteiten in, in sociale wetenschappen. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat van de, van de geschiedenis, historiografie weet ik wel iets. Universiteit van Amsterdam. Daar zijn niet zoveel banen te vergeven. Dus je moet oppassen dat je niet uit de pas gaat lopen. Nou hier is uh, bij klimaat is dat aanwijsbaar. Want ik heb, ik heb nu... Het nationaal bekijk ik dagelijks. En vooral op selectie van onderwerpen, et cetera. En vooral hoe ze de klimaatonderwerpen uh, behandelen en zo. Dat is zeer eenzijdig, maar ik begrijp het nu. Want het hoofd van die klimaatsectie denkt zo. En, die, en dat is een mevrouw, die, ik heb haar een keer zien optreden ook, en die, ik heb ook al eens een keer schrifturen van haar gelezen. Dat is iemand die nogal ge, houdt van gebeeldhouden standpunten. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij in die afdeling zegt: Luister eens even, Kees, dat, is duurke, dat weet je ook wel dat we het zo niet doen. En dan denkt Kees, ik hou mijn mond, maar ik wil hier blijven werken. Dus dat element speelt, weet ik zeker, een rol. En je ziet ook bij andere onderdelen van het NOS dat dat wel een rol speelt. Dat, zoals de leiding denkt, moeten wij denken, want ja, we moeten hier nog een tijd vooruit. En dat is natuurlijk heel kwalijk, want de hoofdredacteur en de hoofden van die afdeling, die moeten juist het omgekeerde doen. Die moeten zorgen dat die jongens en die dames en heren die met hen samenwerken, zo kritisch mogelijk zijn en zeggen, wacht nou eens even, mevrouw van de klimaat, ik heb iets gevonden, dat las ik bij Marcel Krok, wat vinden wij ervan? Dat is een heel ander verhaal. Je ziet hier ja, het, het verhaal, grote, sorry maar me me dat gebeurt niet. Het grote wezenlijke verschil met... De journalistiek zoals jij die waarschijnlijk hebt gekend ja. in jouw tijd ja. en nu... Ja. is dat alle grote thema's van nu ja. existentieel zijn. Ja, dat is Gaan so. over like het voortbestaan van de mensheid of van een bevolking. Ja, is... Corona ging over, gaan ja. we allemaal ja. dood of niet? Klimaat gaat over, gaan we allemaal ten onder en komt er een nieuwe soort die de aarde gaat overheersen? Stikstof gaat over, ja. gaan alle... Soorten verdwijnen ja. en is er straks geen ja, 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 ja. natuur meer en geen diversiteit ja, 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 ja. met een onomkeerbaarheid van je welste. Ja. Het zijn allemaal apocalyptische, ja. dramatische, existentiële thema's die, als je daar niet heel erg veel verstand van hebt, ervoor zorgen dat misschien een journalist denkt: Ik zal mijn mond wel houden, want straks ben ik hier de klimaatontkenner. Straks ben ik hier de stikstofontkenner. Dat, dat straks niet. heb ik bloed aan mijn handen. Dus het is allemaal heel dramatisch en heftig geworden, waardoor mensen misschien ook bang zijn nou. om hun Nick, of nou, uh, ik zeggen, het, is, het is dramatisch en hectisch gepresenteerd. En ik, ik deel wel wat je zegt. Dat er, uh, ik zie dat ook vanuit een afstand. Uh, in, in, maar, maar ik volg de Nederlandse televisie wel hoor, de Dat er inderdaad dramatische beelden, iconische beelden worden gecreëerd. Waardoor mensen inderdaad enige angst krijgen aangejaagd. Dus neem nou de stikstofdiscussie. Ik heb het boek van Arnold Ar 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 Juist en, en, en ook andere dingen en zo erover gelezen. Daar wordt gesproken door die meneer van D66, Thier de Groot. Ik ben die eens een tijdje gaan volgen. Ik heb nog nooit eigenlijk een opmerking van hem kunnen noteren die deugt. Dat is een soort van boeteprediker die onheil predikt en die selectief shopt bij wetenschappers. En alle, al diegenen die met hem oneens zijn, die, dat zijn ondeugelijke wetenschappers. En alles wat hij kan gebruiken, dat zijn de, de deugdelijke wetenschappers. Ik ken die trucs. Maar ja, dat, dat is natuurlijk zo doorzichtig als de hel. Maar het is wel zo, als je je niet verdiept, en je hebt gelijk, het zijn existentiële vraagstukken. Ja, dan zullen mensen die denken, ja, ik, ik heb ook niet, ze hebben ook niet alle tijd om te studeren. Ik heb eens een, een, een lezing gehouden. In uh, de Sociëteit de Witte over de geschiedenis van dekolonisatie. En er stond een, uh, een meneer op. En ik vroeg hem maar, ik zeg ja, ik vraag het u gewoon. En ik bedoel, als u het onderschof en hoor ik het wel. hoe oud bent u eigenlijk? En toen zei hij, ik ben uh, 41. Ik zei, nou, ik ben blij dat u die vraag stelt. Want u bent een wat jongere generatie dan ik. En hij vroeg mij, hoe weet ik nou dat iets waar is? Ik zei, goede vraag. Ik zei, dat is een vraag die, die wordt eeuwenlang al gesteld. Galileo was er al mee bezig. Wij zijn er ook mee bezig. En, uh, ja, en Ik zeg in dit soort belangrijke onderwerpen, is dat de kernvraag. Zeg, weet u wat u moet doen? Minder kranten lezen, meer boeken. U moet zich verdiepen. Ik zeg, weet u waar, waarom ik hier die, deze lezing durf te houden? Omdat ik tientallen boeken over het onderwerp heb gelezen en denk, nou, ik denk dat ik dat wel kan waar. Zeg, maar Waar is die kritische geest? Zeg jij hiermee dat je je geschiedenis moet kennen? Ja, absoluut. Als je de, als je de geschiedenis van je land niet kent. Hoe kan je daar nou een bijdrage aan leveren? Ik, ik heb, uh, weet je wat het, wat het aardige was? Ik, ik heb Obama wel, wel gevolgd in zijn boek en zo. En Obama die zei iets. Het is van wezenlijk belang dat wij onze geschiedenis kennen... omdat we daaruit onze inspiratie putten. Toen kreeg hij voor zijn, voor zijn hoofd... maar meneer Obama is dat niet een beetje een populistisch nationaal thema? Hij zei, hoe bedoel je... De geschiedenis, Goethe zei het, die geschichte is het karakter des Menschen. Dat is het. Kijk, ik wil de geschiedenis kennen. Waarom? Omdat ik wil weten waar ik uit voortkom. Het was vandaag bij het bij, bij de, de appartement in Muiden, waar ik nu zit, er was iemand die, 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 die wil mijn vrouw een, een fiets verkopen. En toen zei ik, wie, waar, waar komt die voorouders vandaan? Hij zei, dat weet ik niet. Ik zeg, sorry, weet jij dat niet? Dat kan niet. Ik zeg, dat hoor je te weten. En ik, maar dat geldt dus voor de geschiedenis. Wij behoren onze geschiedenis te kennen. En dan ben ik van de denominatie dat ik de geschiedenis beschrijf en niet oordeel of veroordeel. Ik wil hem beschrijven, hem begrijpen en denk: zo, dat ging toen zo blijkbaar. Kan ik daar lessen uit trekken voor nu? Weet je wat ik dat leuk vind dat je dat zegt. Want uh, ik ben ook een beetje gaan zoeken in de geschiedenis van, van mijn ja. familie, de Pasquino's. En wat blijkt, er is dus in Rome een pleintje. Dat heet Piazza Pasquino. Ah. Ooit zo genoemd, omdat er een Grieks beeld staat met allemaal spotgedichten tegen het Vaticaan. In de middeleeuwen nu uh, tegen het systeem. Dat heet ook Pasquinatus, gebaseerd ja, op de achternaam mooi. Pasquino. Mooi is dat? En dat was één groot anarchistisch bolwerk daar op dat pleintje van een timmerman die dus blijkbaar mijn voorouder is en als ik dat dan weer lees en dan denk ik van wacht even ik heb misschien die genen wel van dat anarchisme of in ieder geval het rechtvaardigheidsgevoel ja. en dat vormt op een bepaalde manier ook een klein beetje mijn identiteit dus dat is helemaal ja. niet verkeerd om je geschiedenis te kennen verkeerd dat is nou no ik zou je vertellen ik, ik heb hetzelfde. mijn vader was een verzetstrijder uit de tweede wereldoorlog en die uh, zei rechtvaardigheid staat bovenaan daarom deed hij dat ja en toen dacht ik, verrek, dat, dat, dat heb ik dus ook niet allemaal voor mezelf. Hier. Dat, dat, dat zit dus. Maar als je dat weet, dan denk je, oh ja, ik begrijp dat wel in die geschiedenis. Waarom doe ik op, op deze leeftijd zit ik boeken te schrijven over dingen? Ja, dat heeft daar dus mee te maken. Geschiedenis is belangrijk, ja, maar sociaal. het merkwaardige is dat. Het geheugen wat betreft de geschiedenis wel heel ja. erg extreem kort. Is. Zeker. Uh, denk aan de Mexicaanse griep, waarin ja. we een herhaling van zetten zien met de coronacrisis. Nog niet zo lang geleden, daar hebben we nog een uitzending over gemaakt. Gaan hem zeker bekijken. Je dossier Mexicaanse griep met Daan de Wit. De pandemie-definitie uh, is ja. veranderd, et cetera, et cetera, et cetera. Daar hebben wij heel veel aandacht aan besteed, maar kennelijk is dat ook al vergeten, zo kort geleden. Het conflict Oekraïne-Rusland, ja. waarbij hè, op een cartoonistische wijze eigenlijk het verhaal wordt neergezet met een bad guy en een good guy. En de bad guy is natuurlijk Poetin. Maar totaal geen aandacht voor de geschiedenis, wat daar in de afgelopen decennia is gebeurd. Daar hebben wij wel aandacht aan besteed. Maar laten we eens even kijken, want nog niet zo lang geleden is de Nord Stream 2-pijpleiding geëxplodeerd. En al heel snel had het Nederlandse Soenije zijn oordeel klaar. Het moest en zou Poetin zijn geweest. Vanuit het Westen denk je natuurlijk gelijk aan de Russen. Mevrouw van der Leyen heeft vanavond gezegd dat het onacceptabel is... dat er in de Europese pijpleidingen dit soort dingen gebeuren... als dat door andere landen gebeurt. Nou, de vraag is wie heeft er belang bij? En dat is helemaal niet zo verdant liggend... want in Rusland zouden ze gewoon de gaskraan dicht kunnen draaien. Ja, dat doet vermoeden dat zij ook op Rusland duidt. Terwijl iedereen ook denkt, dat zullen toch wel de Russen zijn? Ja, vanuit Europees perspectief denk je natuurlijk meteen... het zijn de Russen. En ja, eigenlijk komt er één geluid terug. Het is zeer waarschijnlijk Rusland geweest. En het bijzondere is nou juist aan dit verhaal dat bij het eilandje Bornholm, wat overigens door een, een NAVO-station wordt uh, geleid, want er staan gewoon NAVO-troepen erop. Dus die wateren worden ook bewaakt door de NAVO. Het is al heel bijzonder dat de Russen daar ongemerkt met een uh, onderzeeër zouden kunnen komen. Maar er was een voorspelling al voordat de explosie kwam van Joe Biden. And eigenlijk actually over in the media if Russia invades uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord stream 2. we, we will bring an end to it what do, what, how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control. We zullen uh, I promise you we will be able to do it. Ja, yeah, Joe Biden bij een officiële persconferentie in uh, Duitsland met uh, Bondskanselier Scholz erbij. We will bring an end to it. I promise you we will be able to do it. Een aankondiging van een aanslag of het onklaarmaken van Nord Stream 2. Vervolgens gebeurt dat en niemand heeft het over. Joe Biden het zijn de Russen geweest die hun eigen miljardenproject kapot hebben gemaakt, terwijl ze inderdaad ook de kraan zouden kunnen dichtdraaien. Ja, ja, dat is ja ook ik, opmerkelijk. Ik, ja, ik ben echt eigenlijk. Ja. Ik zie dit echt als de grootste mindfuck van de afgelopen periode. Ik heb, ik heb heel, veel, heel veel dingen heb ik me over verbaasd, maar dat ook dit niet nadrukkelijk naar voren komt, dat er een Amerikaanse bedreiging is ten aanzien van Nord Stream 2. Dat de Amerikanen ook nog eens perverse voordelen hebben, want ze verdienen heel veel geld aan dat LNG-gas wat ze nu exporteren. Ja, ja. Ze verdienen aan de wapenindustrie. Ze hebben er een belang bij dat Europa verzwakt in verband met de euro en de dollar. Er zijn zoveel ja. redenen waarom de Amerikanen er belang bij zouden hebben. Dat betekent niet dat het zo is, maar dat dan meteen met de vinger wordt gewezen naar ja. Rusland, terwijl zij de minst waarschijnlijke. Ja, als, een, als je een detective zou zijn bij een politie, dan zou, je, dan zou je niet in die richting zoeken. Dan zou je eerder bij Amerika kijken. Maar niemand durft het daarover te hebben. Ik, ik, ik begrijp het niet. Nou, ik weet niet of het durf is, maar voor deze beelden van Biden zie ik voor het eerst. Dus ik ben verbaasd. Zijn die bekend bij het Nationaal? Wat mag ik toch ook? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik zou. Uh... Dit is een officiële persconferentie nou, dan... met Reuters, alles erbij. Ja, maar dan weet ik dus voldoende van mijn vroegere omroeptijd. Dan is er een uitwisseling binnen de European Broadcasting Union. dat die beelden worden gewisseld. Dus dan mag je aannemen ja. dat de beelden bij de NOS bekend zijn. Want de NOS is namens de publiek een blit. De vrouw die je daar de vraag hoorde stellen was van Reuters. Ja, dat, dat is gewoon ja, een ja. van de feeds van de NOS. Dus de NOS heeft dit materiaal gezien. Dus die gebruikt het materiaal niet? Nou ja, misschien, heb, ze, misschien ik, hebben ze het wel gebruikt, maar ik nou, zie. Nou, ik he, zie hebben, de, ze, hebben ze het uitgezonden? Ik heb het niet gezien. Ik zie in ieder geval de media daar niet breed over schrijven. Ook niet over praten. In de radioprogramma's niet op, bij Opeen. Nou ja, ja, ja. Zie ik niet terugkomen dat de president van Amerika heeft gezegd: wij gaan die pijpleiding tot een einde brengen. Voordat het gebeurt. We, weet bijvoorbeeld Rob de Wijk, die een paar keer heb ontmoet, omdat hij de Klevinga-lezing uitsprak in het zuiden van Frankrijk. Weet Rob de Wijk dit? Natuurlijk weet hij dat. Nou ja, maar dan, ja, die, ja, maar die maakt op mij toch nog wel de indruk dat hij ja. heel kritisch de boel volgt. Ja. En ja, het is verbazingwekkend dat het niet in orde is. Hoe kan dat? Zelfcensuur. Ja. Lijkt het. Ik, ik, ik heb die beelden niet eerder gezien. Ik ben er verbaasd over. Uh, ja. Je, je noemde net het voorbeeld van de detective. Ja, dat voel ik mij wel. Uh, ik, ik vind ook dat je zo met maatschappelijke vraagstukken moet omgaan. Verschillende invalshoeken, et cetera. En niet zomaar meelopen. Ja, dat is op dit moment de manier waarop ik erin sta. Ja, maar ik zie toch wel een patroon hè, bij al die vier casussen die we daarnet hebben besproken: ja. we hebben corona, ja. angst, ja. existentieel, angst, ja. dood en verderf. We hebben stikstof, angst, de natuur gaat misschien kapot en komt nooit meer terug, alle beestjes verdwijnen, geen diversiteit, et cetera. Ja. Ja. Klimaat, existentieel, angst. Straks kunnen we hier niet meer leven op deze aarde, krijgen we een zeespiegelstijging. Ja. De Russen, angst. Straks komen ze ons land invallen. Overal ja. zit angst. Ja. Alles is een crisis. Ja. Alles is existentieel. Ja. Overal is een verstikkend narratief één verhaal. Ja, ja. ja dat is waar, ja. Dat is, dat is dat een patroon. Dat, dat, is, de, de, dat ik zeg, de, de denominator van deze vier voorbeelden is angst. En uh, angst aanjagen van mensen. En ik moet je zeggen, dat is uh, een hele werkzame invloed die je kan uitoefenen met angst. En nou zou ik menen, dat, of ik meen, dat de publieke omroep bij uitstek dat moet ophelderen. Daar zijn ze voor in het leven geroepen. Dat zou ook de, de, de mainstream media moeten doen. En ik zie enkele andere media dat doen. Blijkbaar doet jouw kanaal dat. En ik weet dat Opiniërs erachteraan zit... Dat Wieners Week op zijn manier kritisch is. Maar dat, dat worden dan de alternatieve media genoemd. Ook dat nog weer. Die worden dus ook weer zo gepositioneerd dat ze, ze bedoelen eigenlijk tweede rangs met alternatieven. Het is natuurlijk een hele kwalijke ontwikkeling. Dat doet mij denken aan. Uh, ik las laatst nog een keer uh, het boek van uh, George Orwell, 1984. Uh, die, die blijkt bijna profetische uh, dingen te hebben opgeschreven. Die duidt aan, ik geloof, pagina 76 in zijn boek staat die mooie zin, of mooie zin, een heel indringende zin: het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid. En toen dacht ik, is men daarmee, met die mechaniek bezig? Ik, ik, ik weet van uh, uit de Russische Revolutie, Lenin had een hele mooie stelregel. Hè? Die zei: als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt dan gaan mensen geloven dat het de waarheid is. En je kan ook zeggen... jij zegt, wat is de denominator van deze vier onderwerpen? Dat is inderdaad angst oproepen, existentieangst oproepen. En dan vooral via de band van de jongeren spelen. Want die weten niet veel, dus die volgen wel. Maar het is ook uh, wat Orwell zei. Dat is de ontkenning van de realiteit. Het wegpoetsen van de realiteit. Dat zijn allemaal propaganda-instrumenten... die worden losgelaten en... Ja, dat bedreigt, vind ik, een democratie die is gebaseerd op vrijheid van meningsuiting, verschillende invalshoeken. Het dwarsdenken wordt aangemoedigd. En je ziet het omgekeerde gebeuren. En dan komt nog bij, dat, we, dat Nederland wordt geteisterd door die Wokgolf. Op een universiteit waar straks meer Engels wordt gesproken dan Nederlands. Met al die belachelijke woorden die ze daar gebruiken en zo. Ik bedoel, Twee weken geleden of drie weken geleden zegt een vriend tegen me: Bouke, ken jij het boek van uh, de Franse filosoof, professor Brownstein, Jean-François Brownstein? Nee, dat, dat boek heet La Religion Woke. Heb ik gelezen. Fantastisch boek. Het is nog niet vertaald hier, het zou moeten gebeuren. Nou, maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Wat ik, het eerste wat ik altijd vraag is: is meneer met emeritaat? Verdomdheid met emeritaat. Dus die zegt, eens, ik hoef me nergens meer bang, want ik, ik heb mijn pensioen, ik heb laten zien wat ik kon, ik hoef niet meer bevorderd te worden. En die spreekt de waarheid. Die heeft een vernietigende analyse gemaakt van de wok. Vernietigend. Dus Koen de Jong in Nederland, die Wokland schreef, is eigenlijk te prijzen, want die moet nog een paar jaar mee, hè? en die, die schrijft er ook over. Nou, dat, dat komt over. Oh, ook Laurens Buis niet vergeten. Nou, Laurens Buis is een held. Ik heb ik hem ik heb geprezen. Doseert nou te dit onderwerp? Ja, die doseert dat. Nou ja, hij heeft dus uh, dat, 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 dat je dus nog man, nog vrouw bent. Non-binair. Non Non-binair heet dat. En daar gebruik ik ook zo'n term voor. Dan ziet het er ook wetenschappelijk uit. Maar dat is ook natuurlijk een containerbegrip wat in beginsel niks zeggend is. En die zegt, ja, op basis van biologie, antropologie en psychologie is dat wetenschappelijk nonsens. Nou, hupsakee, wordt die onmiddellijk gecanceld en naar de rand gemanoeuvreerd benen met instemming van het bestuur van die universiteit. Dat is in Nederland gebeurd dat. Dat gebeurde in de, was het, geloof de 16e eeuw. Bij Galileo gebeurde dat. Die kreeg huisarrest. En die beweerde dat de aarde niet het middelpunt was van, van het heelal. Of, maar, maar iets anders. De aarde die draait ook maar omheen en zo. Dat mocht hij van die kardinalen in de paus niet zeggen. Het is niet te geloven dat het in Nederland gebeurt. Dat is, dus ik ben daar verbaasd over. Uh, ja, soms denk ik ook wel eens... Uh, ja, feitelijk is het zo... het zal mijn tijd wel duren... maar ik denk, wacht nou even... daar ben je niet voor in het leven geroepen. Je moet actief blijven tot de laatste snik... want dit kan niet. Ik heb ook kinderen, ik heb ook kleinkinderen... en die moeten ook in een behoorlijke samenleving kunnen functioneren... dus ik blijf actief. Zelfs zo dat mijn beide zoon zeggen potverdomme, waar haal je de energie eigenlijk vandaan? Ik zeg, jullie hebben toch ook recht op een goed leven, of niet? Ik zei, ik heb geluk gehad... Dat ik ben geboren in een periode dat we aan de opbouw van het land werkten en we wisten dit moet gebeuren, zus moet gebeuren, waren allemaal uitdagingen en die kon je realiseren en dan zet je weer een stap verder en dan maak je daar een fantastische samenleving van voor iedereen die erin woonde. Ik zei, ik, ik zei, dat moet ook in jullie tijd nog zo zijn. Dus dat werk ik aan mee. Ik zeg, ik kan niet bedreigd worden. Ik zei, als ze langs willen komen, moeten ze wel een hele eind reis in Zuid-Frankrijk. Ik zei, bovendien heb ik nog mijn uh, officiersabel klaarstaan, dus. Dan gaat het nog niet gemakkelijk worden voor de dames en heren. Ik zeg en voor de rest, ge gepromoveerd, hoef ik niet te worden. Dit is helemaal geen bal eigenlijk. Het gaat om de rechtvaardigheid. De werkelijkheid moet op tafel. En daar zet ik me nu dus voor in. Uh, Bouke, maar als ik het dan eventjes nu samenvat. Ja. Dan hebben we dus de leugen. Ja. We hebben de propaganda als middel, met de ja. media als roeptoeter. Ja. En dan vervolgens hebben we het eindproduct, angst bij de bevolking. Die doet wat er moet gebeuren of denkt wat ze moet denken. Dan is eigenlijk wel weer de vraag daarvoor: waarom moet die leugen bestaan en wie heeft daar belang bij? Precies. Want dan kom je toch in de conspiratoire hoek. Ja. Waarom zou Rutte, die historicus is, die weet wat de geschiedenis is van Oekraïne en Rusland, toch een verhaal hoog proberen te houden dat. Rusland per definitie de agressor is... die niet begrepen zou moeten worden. Want ze zijn formeel natuurlijk ook de agressor. Dat staat maar ja, in kijf. Wel, ja. Ja. Niemand keurt die oorlog goed. Maar er is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan... Ja. waar niemand het over heeft. Ja. En hij is historicus. Hij kent die geschiedenis. Ja. Hij weet dat er in 2014 en mei... een revolutie is geweest die geïnstigeerd is... onder andere door VVD'er die niet meer leeft. Hans van Balen. Ja. Give up. Zou u het weer doen? Onder dezelfde omstandigheden zou ik dat weer doen. Ja. Every week, a new delegation of the European Union. Als je op zo'n hoog niveau naar de Maidan toe gaat en je, je spreekt je uit waar je sympathie ligt. En de European Parties en the European parlement. Dan weet je gewoon dat je olie op het vuur gooit. Shell come on this place until you have won your fight! Ik vind dat niet verstandig, want als dat gaat escaleren, hou je niet meer aan de hand. Never, ever give up! En dat is ook precies wat er gebeurd is. Toen er echt heel veel mensen werden doodgeschoten door de Berghoed, Berkho de oproerpolitie... ...en mensen mij ook belden die ik kende, die zeiden... ...als er westerlingen zijn, wordt er misschien niet meer op ons geschoten. En toen dacht ik, je kan twee dingen doen. Je kunt zeggen, we nemen een resolutie aan. Of misschien helpt het als er een aantal Westelingen zijn. En ik heb gekozen om daar naartoe te gaan. We are with you, we don't go, we stay with you. Degene die zeggen, de heer Poetin zat voor de televisie, president Poetin van Rusland, die zag mij staan en een aantal anderen. En die dacht, nou is het voorbij, ik ga interveneren. Ja, die, die moet misschien toch, toch nog een artsraad plegen, want dat is natuurlijk niet zo gegaan. Ik denk dat hij zich volkomen onderschat op dit gebied. Hij is veel belangrijker dan hij zelf denkt. Когда европейские политики приезжали в Киев и выступали на Майдаме, солидаризировались с оппозицией. Все это, конечно, укрепляло официальную российскую линию, интерпретацию того, что там произошло. Я бы это вырел. В те же самые обстоятельства я бы это een Да, очень много сделано, чтобы, да, да, Door druk van Europa, vanuit het ja. Westen. Ja. Victoria Newland vanuit Amerika, die daar invloed heeft uitgeoefend. Biden, die daar met zijn zoon actief is, ja. Hunter Biden. Ja. Er is zoveel kennis over wat daar aan de ja. hand is. Ja. Het meest corrupte land van Europa. En ja. op dit moment wordt het een soort heldenstatus toebedicht. En het moet zo snel mogelijk binnen de EU. Rutte weet dat. Ja. Hij is historicus. Ja. Maar hij heeft het er niet over. Ja. Moeten we dan. Zo'n man ernstig wantrouwen in zijn intenties? Is hij niet zuiver op de graad? Of hoe moeten we naar zo'n man kijken? Ja, nou, ik, 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 ga, ik doe geen blad meer voor de mond. Want ik heb een leeftijd bereikt, dan hoef ik niemand meer daar de mond te spreken. Kijk, ik denk dat het als volgt in elkaar steekt. Uh, maar, maar dat is een hypothese. Hè? Dat Rutte heeft een, is een interessante debater. Dat was hij in zijn studententijd al. Die lult dus makkelijk iemand weg en zo. Uh, die heeft. Uh, een baan die hij eigenlijk liever niet kwijt is. Uh, daar weet hij op een hele handige manier uh, allerlei vormen en, en, en uitingen aan te geven. De, en ik lo, vraag nu, want dat is de tijd van tegenwoordig zonder das. En dan kom je op de fiets en dan doet hij een ding op. Uh, dat doet hij heel bekwaam. Ik weet niet, hij, hij zal een, uh, een hele goede communicatiedeskundige in, in, in dienst hebben om te zeggen: Mark, dan moet je even dit doen en zus doen en zo doen. En nodig nood de benen, de mensen van Kick Oud, Zwarte Piet uit. Heeft hij die mevrouw uit Friesland ook uitgenodigd? Die zei: Wat moeten die jongens hier of zo? Nee, die heeft hij niet uitgenodigd. Dus hij, hij doet heel bewust aan, uh, aan beeldvorming, een bepaalde vorm van beeldvorming. En soms ontspoort hij. Zoals, uh, en dan heeft hij daar weer een vorm voor gevonden: van ik heb geen actieve herinnering. Je moet dus, je moet het, ik, wat ik dan doe is: dan zoek ik op: bestaat dat woord eigenlijk wel? Het bestond dus niet. Want een herinnering is altijd actief. En, en dus er bestaan dus twee soorten herinneringen. Ja, dat doe je als je de, de zaak wil belazeren. Dan zoek je met woorden. Dat zei Foucault al. Hè. Foucault zei, je kan met woorden kan je, je machtspositie eh, markeren. Dat doet hij voortreffelijk, die, die Rutte. Alleen, als je hem doorhebt, dan is het inhoudsloos. Eh, bedoel... ja, ik begrijp dat hij dat dat op een bepaalde manier geniaal is. Maar wat zijn zijn intenties? Waarom zou een historicus... Geen uiting geven aan zijn kennis over de geschiedenis van bijvoorbeeld het Oekraïne-Rusland conflict. Dat, echt, conflict, Omdat dat hij, echt complexer is dan wat de, er nu hij nu presenteert. Kijk, ik heb wel eens gehoord dat het leven bestaat uit geld, macht en seks. Nou, bij seks weet ik niet precies hoe het met hem zit. Maar macht weet ik wel hoe het zit. Hij wil zijn positie niet kwijt. Het hij, hij, is gewoon een machtspoliticus. Die, 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 die soms ja, die gebruikt geniaal. Ik, ik vind het vrij doorzichtig maar heel kundig manoeuvreert om dat allemaal te camoufleren, et cetera. En anderen, als het een moeilijk dossier wordt, dan was het van iemand anders. Dan moet hij dus uh, dat oplossen en zo. Maar toch, Brouwer, ik wil even tot de kern. Dat Rutte handig manoeuvreert ja. en, 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 en dingen zegt die misschien niet, 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 niet juist zijn of, of inconsistent zijn. Maar wat is de reden voor politici ja. om een leugen in de wereld te helpen... En vervolgens middels propaganda of de media. dat te laten leiden tot angst en gedragsverandering bij de bevolking. Wat willen deze leiders dan? Waar, waar willen ze dan naartoe met deze leugen? Waarom is die nodig? Nou, ik, ik, kijk, jouw vraag uh, impliceert eigenlijk ook. er zal wel iets diepers of iets omvangrijkers of iets groters achter zitten. Ik, kom er wel eens, ik heb er afhankelijk ook gedacht, want zo zit ik er ook in. Ik, 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 ik streef graag naar. Het realiseren van grote doelstellingen. En ik denk ook dat de anderen er zo in zitten. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat Rutte een veel groter lichtgewicht is dan wij denken. Dat, dat, dat... hij echt denkt dat klimaatverandering de aarde zal vernietigen en dat stikstof echt nee, een, nee, 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 een, nee, een desastreus nee, probleem is voor nee, Nederland. Nee, nee, niet zozeer dat. Als wel dat hij denkt: ja, hoe waait de, de, de centrale wind rond die twee vraagstukken? Nou, dan, dan ga, ik, ga je mee. Maar dat is opportunisme. Ja, nee, ik, ik heb het over opportunisme. Ik heb het over oppervlakkig opportunisme bij Rutte. En ik, 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 ik heb nog niet kunnen ontdekken dat er een diepere uh, gang bij hem is. Dat heb ik bijvoorbeeld wel bij andere minister-presidenten, als je ze naloopt, wel kunnen ontdekken. Die hebben dan wel een bepaalde beleidsvisie. Ga maar terug, Drees, die wou dat land hier opbouwen. En die verkwanselde daar uh, Nederlands-Indië, daar komen we nog wel op. Je had andere minister-presidenten waarbij ik zeg: Nou, die, dat stelde inhoudelijk wat voor. Ik denk dat Rutte lijkt veel meer op de keizer zonder kleren. En het sprookje, ik meen van Andersen, waarbij op een gegeven moment dat kind, de kind, het kind zijn moeder aanstoot. en die zegt: Iedereen roept die die man zo'n mooi gewaad aan heeft. maar die man heeft niks aan. Ik denk dat Rutte veel meer die keizer is. En maar dan op... gun je hem nog het voordeel van de twijfel dat hij onwetend is en nou, misschien slecht is voorgelicht en mee nee, waait nee, met de wind die waait. Nou, ik, 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 ik zeg niet dat hij onwetend is, maar ik denk dat hij gewoon een opportunistisch machtspoliticus is. Period. En niks meer met een visie. Maar wetende dat wat hij verkoopt niet klopt. Dat is wel dat hij, ernstig. Ik, toch? Denk, ik denk dat hij dat bij bepaalde. bij het onderwerp waar we straks gaan bespreken. moet hij het weten, want ik heb hem brieven erover gestuurd. En, als hij die, en die heeft hij ook laten beantwoorden. op een manier die schandalig is. Dus ik denk ook dat het soms. Eh, doortrapt onjuist is wat hij doet. Wat ik nu zeg, ik realiseer me dat het zware woorden zijn. maar ik heb in één dossier. kan ik dat aantonen dat het zo is. En dan denk ik, ja, luister eens, beste meneer Rutte. Eh, wat jij over gas zegt, dat is ook zo inconsistent als ik weet niet hoe. Want ik, ik heb daar een, paar, een keer gedacht, gedachte: Weet je wat ik doe? Ik ga er een week voor zitten. Ik bestudeer dat. En dan denk Ja, maar dat is te gek voor woorden. Ik hoef maar een week te zitten. En dan ontdek je al veel meer dan hij beweert. Dat kan, dit kan niet. Dit. Dus, dus ja. Dus ja, de media: Het is heel raar dat de media. die hebben nog steeds iets positiefs over Rutte. Ik bedoel, hij was laatst. Ik kijk elke zondag naar WNL op zondag. Daar was hij laatst. En dan wordt hij toch met een zekere. ...regaar en zo behandeld. Zelfs bij, 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 bij Insight was het zo van... ...nou ja, die werd wel ik heb wel pittige vragen, ...maar uh, ja, de, ze vonden het toch leuk dat hij er was. Hij is bijna een soort celebrity die dan mag komen. Ja, ja dus, dus hij wordt ook door de media... ...wordt ook nog gepositioneerd als iemand... ...nou ja, dat stelt heel wat voor en zo. Dus ik denk dat het het voorbeeld is van de keizer zonder kleren. Maar laten we nog eens verder uitzoomen... ...want we hebben het nu heel erg over Rutte. Rutte ja. is ook maar een pion in het verhaal... Ja. Rutte uh, heeft ook te maken met een, een Europese Unie, met, ja. met, met een Ursula von der Leyen. Ja. Uh, er is uiteindelijk natuurlijk een verhaal gebouwd. Hè. Er zijn tegenwoordig narratieven. Ja. Hè. Klimaatverandering komt ook vanuit de EU, hè. de Green Deal, ja. uh, het Parijsakkoord. Ja. Durf jij verder te kijken dan Rutte? Is, is er mogelijkerwijs toch zoiets als een. Aansturing centraal globalistisch, waar dit allemaal naartoe moet. Ja, dat is waar een... Rutte misschien uitvoering aan geeft. Ja, dat is dus, uh, dat is dus heel lastig. Kom je inderdaad het het, het voor kan het toch sommigen... niet zo zijn dat, dat ja. jij en ik. Uh, dingen zouden kunnen doorzien die zij met al die knappe koppen ja. niet zouden kunnen doorzien. Met zoveel mensen bij elkaar. Ik bedoel, ja, of, of wij zijn gewoon in de war. En, en, en hebben nou, de, we, ik geloof en, niet dat we in de war zijn. zijn. Nee, dat Zand in de ogen gestrooid gekregen door, door, door verkeerde informatie. Ik, ik er overal voor open. Maar... Ja, ik stel die vraag dus: ik heb een paar vrienden. Ik heb in Frankrijk een, een vriend die, die heeft al tien jaar lang het klimaat bestudeerd. En die stel ik precies dezelfde vraag. En die, dan zegt hij tegen mij: Bouke, luister eens, weet je wat jij moet doen? Ga eens naar uh, de website van het beleggingsvehikel BlackRock. Weet je dat BlackRock grote belangen heeft in de ontwikkeling van de zogeheten non-fossiele uh, instrumentaria? Dus auto's en noem maar op, de hele toestand. Dus je hoeft niet een groot econoom te zijn om te weten dat als je nou zorgt dat dat. Groei-industrie wordt, dan verdienen die mensen schattig geld. Uh, dus ik keek daarna en dacht: zo, dat zou wel eens kunnen. Ik, ik, ik ga niet onmiddellijk dan aan de andere kant, maar, maar het is wel een, een fenomeen. Ik heb een uh, Franse vriend, Jean-Pierre Cousy, die uh, bestudeert het klimaat al 16 jaar. Die heb ik een keer uitgenodigd voor de Rotary Club, uh, waar ik lid van ben, oud-voorzitter van ben geweest ook nog, in Salerne. Ik zei: Jean-Pierre, je moet een keer bij ons uh, een conference, in, het, een, een toespraak houden over het klimaat kwam precies dezelfde vraag. Wat is belang? En hij zegt ook, ja luister, follow the money. En is dus een, er zijn dus groepen, in, in, maar dan zit je wel globaal te denken... die hebben belang bij de ontwikkeling van de elektrische auto. De, 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 die jongens, die molens die draaien. En ga zo maar door. En het is van belang, en dat, maar dat doet follow the money niet meer. Want follow the money is ook een beetje woke geworden... Die zou daar achteraan moeten gaan en zeggen: Zullen we eens kijken wie hier geld aan verdient aan, aan deze toestanden? En um, ik krijg die Jean-Pierre Coustey in juni. Heb ik gevaar weer nog een keer langskomen, want de zaak heeft zich ontwikkeld en zo. Hij doet dat. Nou, dan gaan we met de dames zitten. En dan, ik zeg: Je kan er vanuit gaan, Jean-Pierre. Je krijgt die vraag weer. Welk belang? Ik, en ik hoop dat je wat meer inzicht wilt geven dan de vorige keer, want een jaar of zes geleden. Dat gaat hij doen. Nou, bij Bien sûr heb je dat ga ik doen. Dus daar zitten wel financiële belangen achter. En als je nou weet dat... Um, ik zag die video laatst op Twitter van onze vriend Samson. Die gewoon meegaat met die biomassa-stokerij... Uh, wat gewoon uh, verdomd slecht is voor het klimaat... en dat wordt dan op papier verkocht als groen. Ja, daar worden hele bossen voor gekapt. Ja, het ridicuul. Maar die, maar die zei dus, ja, u, we moeten ons wel realiseren... zei die letterlijk in een video... die staat om, waarschijnlijk in mijn iPhone... We moeten ons realiseren dat de afgelopen jaren, tientallen jaren, was de energie veel te goedkoop was. En de voedingsmiddelen ook. Dus dat die prijzen nu omhoog gaan, daar moeten we even wennen. En toen dacht ik, meneer Samson, Godsvrede is naam, dat is een, een Greenpeace-activist. Die het voor elkaar gebakken heeft om de Partij van de Arbeid na vier jaar te hebben geparticipeerd in het kabinet Rutte. Naar de gort te helpen, want daarna was de PvdA was ingestort. Dankzij het beleid van Samson en vooral ook het communicatiekant ervan. En die gaat mij nu dus vertellen hoe het zit. Ik bedoel, de, 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 dus de wereld is, is aan, gek aan het worden. Dat is wat ik, wat ik zie gebeuren. Want als Europa erin slaagt in die Green Deal... wat is er dan veranderd eigenlijk aan het klimaat wereldwijd? Bijna niks. Weet je wat er wel veranderd is? De positie van Europa is verzwakt. Die ik, als jij dit kan bedenken, Barack, ja, wie, ja. Ik, ik, ik kan het ook beredeneren... en ik ja. spreek veel mensen die ook ja. dit zeggen, economen, et cetera... Ja. Dan mogen we ons toch de vraag stellen... zijn die mensen ja. wel capabel of hebben ze er een ander doel mee? Zou misschien het doel ook misschien wel die verzwakking kunnen zijn? Want dat ga je dan bijna denken. Misschien is het dat wel het doel op zich. Ja, dat is, dat, weet je, dat, ik daar heb ik, maar dat ligt ook aan mijn karakter en hoe ik in het leven heb gewerkt en zo. Ik ben altijd geweest uitdagingen realiseren van dingen en zo... Kijk, eh, ik denk dus dat. Eh, ik had het laatst met mijn eh, jongste zoon over, ik heb twee zoons. En die zei: Papa, het is veel meer in incompetentie. En inderdaad, eh, ik, 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 vind, ik, zei, ik vind dat een prettiger antwoord dan de eerste suggestie die je net. dat het dus doelbewust gebeurt. Kijk, als ik naar nou bijvoorbeeld naar stikstofminister Van der Wal kijk. Nou, dat is om te huilen. Die, 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 die zou ik nog niet eens in mijn organisatie willen hebben als NOS-directeur. Dat kan helemaal niet. Wat daar, die mevrouw weet niet waar het over gaat. Het is, 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 is niet te geloven. En, en zo zijn er wel meer voorbeelden. In het kabinet. Mevrouw uh, Bruinslot, ex-veteraan, dus respect en zo. En waardering voor haar, haar werk, die maakt een wet geïnstrueerd door D66 om partijen te kunnen verbieden. Ja, doe maar een lol. Uh, misschien is D66 eigenlijk wel de eerste partij die dan verboden moet worden. Omdat hij zo ademocratisch is, als ik weet niet hoe. Maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is om een breekijzer te vinden om te kijken. Moet die club van die Baudet niet kunnen worden aangepakt? En dan is de volgende stap. Als die PVV zich misdraagt, dan gaan we die. Nou, dan denk ik ze, maar vooral bij mezelf: mevrouw Blijn Slot, waarom laat u zich voor zo'n karretje spannen? Wat is dit? Hebben we niet genoeg aan de grondwet. en aan het bestaande strafrecht? Waarom moet daar zo'n wet worden gemaakt? En ik denk: wat, wat is, waar, waarom ziet niemand dat? Ja, ik, 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 ik meen het te zien. Jij ziet het ook. Maar daar, daar is zo weinig alarm over. En. Ja, dat, het verbaast mij. Het, 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 is, het is onvoorstelbaar. En ja, geef me dan maar de, de, de contestation in, in Frankrijk. Die, die protesten, weet je, Die gaan de straat om en denken... Godverdomme, dit pikken we niet en zo. En dan wordt in Nederland ervan gezegd... Ja, dat is een kwalijke eigenschap. Dus, toen die boeren met hun tractoren leger oprukten... toen pas was de elite bereid om eens na te denken. En daar ging het afhankelijk ook over. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan zijn er mensen bij die zeggen... ze hangen de vlag omgekeerd. Ik, ik zeg nou, zo so wordt. Weet je wat erger is? Dat falend beleid van jullie. Ik bedoel, die, 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 die anderen mogen dus wel demonstratieve uitingen doen... en dat even omdraaien van een vlag. En plossing is dat een soort majesteitsgennis. Jongens, noem me nou een lol. Welke mag ik een suggestie doen... van wat er misschien dan aan de hand is? Want ja, allebei... Doe lijken we het niet op rationele manier te kunnen beredeneren. Nee, dat is wel heel moeilijk. Er, er is geen logica. Nee, waarom geen logica. zou je Europa willen verzwakken? Ja, Hè? precies. Er is geen logica. In concurrentiepositie met andere grootmachten. Onbegrijpelijk. Als we dan zien dat het wel gebeurt... Uh, en er wellicht toch iemand is die daar heil in ziet... en we kijken naar de banken die op klappen staan. We zien dit nu eigenlijk al gebeuren... dat systeembanken zoals Credit Suisse in nood komen. We zien die Silicon Valley Bank, dat is nog een kleine bank, omvallen. We zien dat er al ripple-effecten zijn. Dat ja. er mogelijkerwijs ja. Ja. binnen nu en een jaar... een 2008-scenario zich lijkt te ontvouwen. En dat ja. de euro heel erg instabiel is. En dat ze bezig zijn met een CBDC, een Central Bank Digital Currency. Ja. Met een digitaal Europees ja. paspoort, met... Ja. Carbon credits, die waarschijnlijk een soort ja. nieuwe munt gaan worden waarmee mensen kunnen traden. Hè? Dat ja. ze dus ja, ja. bonuspunten kunnen uitwisselen om daarmee ja. eigenlijk burgerrechten te hebben. Als ik dat allemaal zie in het licht ja. van die ja. Green Deal en die grote transitie, die allemaal gaat over klimaat en ja. over CO2. Zou dan niet het zo kunnen zijn dat, ondanks dat die economie misschien dan naar de knoppen gaat, ze toch blij zijn dat ze straks een middel hebben met zo'n digitale euro om die bevolking die anders totaal in anarchie zou vallen in de tank te houden of in ieder geval in bedwang te houden om ze iets ja. te kunnen bieden met een digitale euro en daar legitimiteit voor zoeken door te zeggen ja maar jongens we moeten wel want anders vergaat de aarde hoe krijg je die mensen anders in dat digitale systeem wij vrije europeanen wij vrije Nederlanders zouden daar normaal gesproken nooit in meegaan we zouden privacy Belangrijk vinden, maar we vinden privacy niet meer belangrijk, want we zijn allemaal bang dat we doodgaan vanwege het klimaat en et cetera, et cetera. Dus ik, ja. ik, ik, ik probeer te begrijpen wat misschien toch de achterliggende gedachte is ja. om ons met oneigenlijke argumenten in een digitale gevangenis te drijven om ons in bedwang te houden. Het is misschien een, in de ogen van een hoop mensen een groot complot wat ik hier op tafel leg, maar. De realiteit die ik nu voor mij zie, is nog absurder. Nou ja, wat, kijk, ik, ik kan jouw vraag niet beantwoorden om, op grond van uh, onderzoek en uh, feiten en zo. Uh, hoe zit ik dan in elkaar als zich dat aandient? Dan zou ik zelfs ik, ik zeggen, wij formuleren gewoon de hypothese dat dat zo is. Dus zeg maar, de, ons dwingen in de digitale gevangenis. En vervolgens gaan we zeggen, dan leiden wij het af, Hulphypotheses, en die gaan we toetsen aan de hand van feiten. Dan zeg je, als dit waar is, dat men ons in een digitale gevangenis drijft... dan moet, en dan komen er zeg maar tien actiepunten... moet dat gaan worden ontwikkeld. Aan de hand daarvan, als dat zich realiseert, kan je zeggen... verdomd, het is nog waar ook, we, we kunnen het onderbouwen. En, en, want anders krijg je het, het, het risico dat de mainstream... Die, die, die lang zover niet is en die ook zo niet denkt... die bepaalt natuurlijk wel de beeldvorming van degene die zo denken... die kritisch willen denken, dus... Jij gaat dwarsdenken, daar hou ik dus van, dat doe ik zelf ook al jaren. Dan worden dwarsdenkers complottheoretici. En die worden dus weggezet als wappies of als complotdenkers en zo. Ik ben ook complotdenker genoemd door Frank van Vree, de voormalige directeur van het NIOD. Dat ik zei hoe dat onderzoek uh, was uh, georganiseerd en waartoe dat zou leiden. Het is godverdomme 100% uitgekomen. Ik was dus ook complotdenker. Sterker nog, ik bedreigde hem, zei hij. Toen dacht ik, zo, dat is boeiend. Op 1380 kilometer jou bedreigen, wat is dit voor lulkoek. Maar als je de substantialia niet hebt, je hebt de macht van de media niet, dan kunnen ze je maak en breken. Dat is het probleem waar we voor staan. Ik bedoel, en dus moet je ja, zo gaan organiseren dat je je hypothese waar maakt en dat je entree krijgt aan media. Daarom is het goed dat, dat Black Box bestaat, dat is goed dat Wiener's Week bestaat, et cetera, want... Dan heb je tenminste, ja, hoewel mensen dat te weinig lezen, maar dan heb je in ieder geval een, een alternatief. En het journaal moet onder druk blijven staan, want die behoort dat te doen, doet het niet. Dus ja, het, we hebben in die zin nog een weg te gaan. En ja, ik, 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 ik hoop er dus op, voor Nederland althans, dat je, dat kabinet valt, dat we nieuwe verkiezingen krijgen. Want het, kijk, een, een van de hoopvolle dingen die ik nog die ik wel aantref is: je kan blijkbaar niet. ...alle Nederlanders zo makkelijk uh, voor de gek houden. Op een gegeven moment, uh, als, je, als je toch maar iets mobiliseert... ...dan is er een grote groep die zegt, luister, het is nu wel klaar hoor. En uh, met, met alle respect verder, maar ik heb nu moeten vaststellen... ...dat D66, dat is dus heel ernstig... ...dat is, uh, ik heb het opgeschreven op mijn voorbereidende papier... ...is een van de meest uh, antidemocratische partijen geworden in Nederland in het bestel. En, en fijnst het omgekeerde. En, en kijk eens op welke posities mensen hebben gemanoeuvreerd. De voorzitter, vicevoorzitter van de Raad van State, D66. Onze vriend uh, Tom de Graaf, die heb ik vroeger wel eens ontmoet. Nou, met alle respect, maar vroeger, ik bedoel, uh, 20 jaar geleden, zaten daar dus mensen die echt iets voorstelden in de Nederlandse samenleving. Trek zijn cv's naar. Dat is gewoon een politieke benoeming. Period. We kijken naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Waarom zit daar niet Martin Bosma? Dat, dat, is, dat is een briljante man. Oké, okay, ik weet dat hij van de PVV-fractie is, maar dat, dat, dat interesseert me niet. Ik kijk naar de inhoud van Bosma. Dat is een briljante man. Die, die is iedereen in, in, het, in, het, in het parlement de baas. Die kan voortreffelijk een vergadering leiden. En ik hoor ook van andere Kamerleden... Ja, dat had natuurlijk Martin moeten zijn. Maar ja, dat is een deal. En, en dat is dus een deal tussen die opportunistische... mas kunstenaar Rutte... Ja, die moet dus nog een functie. Nou, dan zal de VVD dat steunen en zo. Kijk eens. Ik weet bijvoorbeeld dat de plaatsvervangend secretaris-generaal. van het ministerie van Algemene Zaken. die meneer die heet Bart van Poelgeist. Dat is een D66, meneer. Die heeft de opzet georganiseerd. dat Rutte twee keer die brief heeft geschreven. over het de decolonisatieonderzoek, waar we het straks over hebben. Een, een brief. Nou, dat is gewoon, gewoon een opgeschreven uitvoerige leugen. Op 17 februari 2022 ja. is er een conclusie gekomen van ja. een onderzoeksrapport ja. over het verleden van het Nederlands Indië. Rutte onderschrijft dat ja. vrijwel meteen. Ja, direct op dezelfde dag. Jij hebt twee boeken, al geschreven, ze liggen hier op tafel. Je hebt nu een derde boek dat binnenkort uitkomt: het Traumatische Afscheid van het Indische Archipel. En jij betwist eigenlijk de conclusie ja. die. Door ja. de onderzoekscommissies zijn getrokken en het onderschrijven van Rutte. Ja. Waar zit het grote verschil? Waarvan zeg jij dit klopt niet, het zit anders? Het grote verschil is hier. Zij zeggen de, het het instituut uh, is eigenlijk een misdadige organisatie die extreem geweld heeft gepleegd. Wij zeggen nee, dat is niet waar. De Krijgsmans heeft uh, geweldig als instituut. Goed geopereerd, er waren excessen. Die zijn te betreuren. Die zijn ook beschreven. Die, 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 die onderschrijven wij natuurlijk ook. Maar het is dus het omgekeerde. De krijgsmacht die verdient meer dan 600 militaire dapperheidsonderscheidingen. Die krijgt de voorspraak van Indonesische hoofdofficieren. zei het een aantal jaren later: vaandelopschriften voor de regimenten die de dapper en kunde hebben gevochten. Volgens die Indonesiërs. Hè. Dus wat wij zeggen: jullie conclusie dat de krijgsmacht het instituut niet deugt, is falikant verkeerd. Is niet op wetenschappelijke studie gebaseerd. Niet op wetenschappelijk bewijs. En wie heeft gefaald. was de politiek in Den Haag. Jansen van Galen, die in het boek dat stuk schrijft. die zegt dat het was autistische decolonisatiepolitiek Weet je wat nou zo aardig is? We zien heden ten dagen. wederom autistische politiek in Den Haag. Jij ziet een, 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 oh, ja, een parallel ik tussen zie... ja, ja. die geschiedvervalsing die daar nu plaatsvindt. eigenlijk in het nu. Ja. Nee, met, de, met de andere dossiers. Ja, wat ik zie is. Men wil niet blijkbaar onder ogen zien. dat destijds de politiek faalde. Uh, een van de grote faalfiguren uh, was Drees. Uh, ik bedoel, maar ook, ook uh, Beel. Maar, maar, maar gewoon de politiek faalde. En op, ik weet niet waarom het is. maar men, men, Rutte die, die heeft, die kiest ervoor om te kijken. hoe kan ik zo snel mogelijk dat vuiltje wegwerken? Dus komt hij op dezelfde dag met die brief. En wat staat er in die brief? Nou, achter? Ik, 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 het, is, het is ernstig, maar wij onderschrijven de conclusie. Ja, dus terwijl ik, hij biedt excuses aan. Ja, de biedt hij excuses voor aan en zo. Dan moet je je voorstellen: het is, dat is in de tijd dat de Oekraïne-oorlog begint. En dan is er een land in Europa waar de regering, de krijgsmacht van zegt, die heeft absoluut niet gedeugd. Terwijl de krijgsmacht blijkt toch nog wel heden ten dagen een instrument te zijn om onze democratie te beschermen. Het is, het is, het is, niet, het is ongehoord. Ik had bijna een ander woord gebruikt, maar dan laat ik me dat niet doen. Maar het is ongehoord. En, um, dus het is, het is fundamenteel onjuist, het standpunt van Rutte. Maar het is nog veel erger dan dat. Want ik heb een, een reden van uh, minister Dijkgraaf uh, op de kop getikt... op 11 maart 2022 in Leiden. Daar houdt voormalig hoogleraar Dijkgraaf een keurige reden. En die zegt, waar we voor moeten oppassen is... dat nepinformatie en propaganda onderdeel van de wetenschap worden... Ik denk, Dijkgraaf, I'm a Young Man, daar ben je voorkomen gelijk in. En dan weet je wat er gebeurt? Als wij wetenschap en politiek met elkaar mengen, wordt het politiek. Ik denk, ja, inderdaad, die twee brieven van jouw kabinet, die zijn daar de demonstratie van. Dus wie ben je nou eigenlijk, Dijk, Dijkgraaf? Op het ene podium beweer je dingen van die zeggen. Nou, dat geeft uh, hoop. Mooi. En op een ander podium, dat is de politiek onder leiding van zekere meneer Rutte doe je iets wat daar 100% mee in strijd is. Wat is dit voor een land? D66. Ja, het is vervelend om te zeggen, maar het zijn wel de feiten. We hadden het er net over. Je moet een hypothese, mag je stellen, als wetenschapper kan dat... maar die moet je dan bewijzen door feiten. Ik heb te veel feiten, eigenlijk, of voldoende feiten, om te zeggen... het is D66. Voortdurend. En in dit geval ook, uh, het is geweest meneer Van Poelgeest... de plaatsvervangend secretaris-generaal van Algemene Zaken, D66 die zoekt bijna contact of heeft contact met de onderzoekers... en samen maken ze die brief. En zo kan op dezelfde dag de brief uit. Dit is, dit, dit, eigenlijk is dat corruptie. Want de, want, want de regering had beloofd in een brief... Uh, dat eerst de onderzoeksresultaten zouden zijn. Dan zouden ze wachten, die zouden ze gaan checken... en uh, reviewen, weet je wel, op, zoals het hoort in wetenschap. En daarna zouden ze met een standpunt komen. Alsof die brief niet geschreven is... over uh, overwissig gesproken van Orwell... Het verleden is gewist, dat die hebben we vergeten. En vervolgens wordt de leugen de waarheid. Dat, dat is er een voorbeeld van. En de Kamer, dat moet straks blijken in juni, want er is een Kamerdebat over, uh, of die dit gaat accepteren. In een behoorlijk parlement, of ja, een democratie, zou je zeggen: dit is zo leugenachtig. Ik bedoel, en, en, er zijn drie instituten die eigenlijk. Ze beweren, wij hebben gewerkt volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. Dat is dus niet zo. Ze beweren, wij hebben de onderzoekvoorwaarden gerespecteerd van de regering. Dat is dus niet zo. Uh, ze hebben een conclusie getrokken die niet onderbouwd is. En de regering die onderschrijft het. Ik moet je zeggen, dit is dus een onderwerp, daar zit ik wat meer in. Het zal toch niet zo zijn dat er ook zo gewerkt wordt met andere onderwerpen? Zit ik me dan af te vragen, bij stikstof lijkt het erop? Klimaat weet ik iets te weinig van, maar ik, ik volg wel Jetten, die, die, die soms het onderscheid tussen spanning en elektriciteit niet weet, geloof ik. Of zo. Het is, nou ja, dit is. Nou ja, en dat is Nederland. Wat is dit? Welk belang is er om ja. deze geschiedenis te ja. vervalsen? Ja, ja. Nou, dat, dat is precies de vraag. En er zit in, uh, in het boek zit een heel mooie uh, essay van uh, Peter Laukus. Dat is de hoofdinlichting van de, 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 de commandant de strijdkrachten. Mooi is dat. Ik zei: Peter, je wel, dat stel ik zeer op prijs. En die heeft een verhaal gemaakt over de flagellanten. Dat zijn de boetepredikers uit, uit, van eeuwen geleden. Die gingen dan doipel langs en die zaten elkaar te slaan en zo over zichzelf te slaan. En dan de chef die ging er nog eens even zo overheen. En die zei: ja, Zo uh, nemen wij de zonde van jullie op je en zondag nou niet meer. Hij zegt: Dit zijn de moderne boetepredikers. Ik bedoel, een hooggeleerde Oostindi, die houdt een oratie. Omdat hij de, de leerstoel een, een jaar mag bekleden. En dat is gewoon één boeteprediker. En, en, en meneer, die, die, die gaat niet in discussie. Eén keer schreef hij mij, meneer Geersing, ik ga niet met u in discussie, want u maakt van mijn werk een karikatuur. Waarop ik hem terugschrijf: beste meneer Oostindi, het valt me op dat u niet inhoudelijk reageert, maar ik maak niet van uw werk een karikatuur. Het is een karikatuur. Dat heb ik u laten zien. En als het niet zo is, dan lees ik graag uw argumenten. Die komen natuurlijk niet. Waarom houdt het je zo bezig? Nou, het houdt me bezig omdat ik uh, om twee redenen. De, de eerste reden is: ik zie dus wat het aanricht bij uh, veteranen die ik sprak, die, die zijn daar. Dat, als je dat ziet, ja, dan, ik, ik weet mij dan nog wel te beheersen, Denk, ja, je, 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 je stuurt die mensen het graf in met een schuldcomplex, dat is schandelijk. Terwijl er geen reden voor is, tegendeel zelfs. Dat is één reden. En het tweede is. Ik vind dat een land. Uh, inspiratie moet kunnen putten uit de echte geschiedenis. Daar wil ik ook aan werken. Dus ik wil werken aan dat veteranen zeggen. er treedt iemand eindelijk eens voor ons op. Want die, de, de leiding van onze kruis, durft het niet. Want die, die zit onder de knoet van uh, de politiek. Hè. Maar, uh, vergis je niet hoor. Dat is zo georganiseerd dat de, de politiek bepaalt wat die jongens, die generaals, wel en niet kunnen. Ik heb altijd gedacht: generaals zijn aanvoerders. Het is een dappere man, helemaal niet. Het zijn politici die ze moeten manoeuvreren en zo. Dus om die twee redenen doe ik het. Ik, ik wil die mensen uh, het idee geven, verdomme. Er zijn mensen die treden voor ons op. En de tweede is: alle Nederlanders hebben recht op hun eigen geschiedenis. En niet op, niet op misvorming, op wissing en op vervalsing. Dat kan natuurlijk niet. Dan denk ik, nou oké, okay, misschien heb ik daar wel. Uh, ja, wordt het dan een taak of zo dat ik een keer moest doen? Nou, dan doe ik dat. Met alle risico's. Want ik bedoel, ik word hier natuurlijk niet in bepaalde kringen niet geliefd van. Dat besef ik ook wel. Maar dat kan me eigenlijk niks schelen. Er zijn hogere doelen dan dat. En uh, ja, dat, dat is wat mij, wat mij motiveert. Het is, het is een hoger doel dan mijzelf. En ja, ik, ik vind dus ook, als, nou, dat moet jij ook hebben. Als je denkt, verrek, ik, ik ben toch door DNA, weet ik veel wat... Mag ik bepaalde capaciteiten bij me dragen? Nou, wil die dan optimaal uitnutten? Ik bedoel, daar, daar wordt de samenleving sterk van. En dan zeg ik, nou, dan wil ik aan meewerken. Met alle risico's. Tampie. Vond je dit een uh, belangrijk gesprek? Deel het dan met zoveel mogelijk mensen. Want je weet het, we hebben niet echt de medewerking van Big Tech. Vond je het ook de moeite waard om misschien ons te steunen? Doe dan een donatie. Want wij uh, hebben geen overheidssteun, geen subsidies, geen sponsoren. We doen het op eigen kracht. Dankzij jullie, de donateurs, kunnen we dit doen. Ook iedere maandag, woensdag en vrijdag Blackbox Today. En ook sinds kort Blackbox Nieuws om 7 uur. Pauke Geersing, dank voor je bijdrage en succes met de presentatie van het boek. En weer een fijne rit terug naar Frankrijk. Nou, ik vond het ook inspirerend en zeer belangrijk. En bedankt voor de mogelijkheid om uh, deze de gedachten bij een breed publiek te krijgen. Want uh, ik hoop dat ze er iets mee doen. En ze kunnen mij bereiken wat ze willen hoor. Ik zal ze helpen als het nodig is. Nou, we zullen alle linkjes van de dingen die jij genoemd hebt ook onderin de omschrijving van deze video erbij zetten. Nogmaals dank voor het kijken en deel deze video.